President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat het veiligheidsgevoel binnen de samenleving in gevaar is en totaal onacceptabel is voor de regering. Het staatshoofd zei vanmiddag op de regeringspersconferentie de informatie te hebben van de justitiële autoriteiten. Het veiligheidsgevoel zal zodanig onder druk staan dat er dringend een verandering moet worden bewerkstelligd, zegt Santokhi. De veiligheidssituatie in ons land is niet acceptabel voor ons als regering. En we zijn niet eens met de veiligheidssituatie. Het veiligheidsgevoel van de samenleving staat onder druk. En wij willen als regering structurele veranderingen hierin brengen. We hebben geconstateerd namelijk dat er zwakke managementstructuren er waren. En we hebben als regering beslist, we gaan die management versterken. De president zegt verder dat het defensieapparaat en het ministerie van Justitie en Politie er hard aan zullen werken om met alle beschikbare krachten het veiligheidsgevoel terug te brengen. Bij andere diensten die onder het openbaar ministerie vallen, zal er volgens de president aan het disciplinebeleid worden gewerkt. De procureur-generaal en de minister van Justitie en Politie gaan een brief krijgen vandaag nog om al deze zaken te onderzoeken. Dat is ons beleid als regering. Dat we niet een leiding in dit land hebben die toestaat dat de strafrechtelijke normen bedreigende taal gebezigd wordt. En wij doen niks. Maar we gaan realiseren. President Santokhi stelt dat de regering uitkijkt naar het onderzoek dat zal volgen in bedreigende uitspraken die vooral op sociale media worden gedaan aan het adres van regeringsinstituten. Ook corruptie zal met de harde hand worden aangepakt.